We gaan zo meteen aan de tafel des Heren. Maar ik zal kort wat zeggen over 1 Korinthe 11. Als je opzoekt in uw Bijbel, 1 Korinthe 11 vers 25 tot en met 29. Vers 25. Evenzo, ik ga meteen beginnen met lezen, staat op het scherm al, neem ik aan. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet, of de beker drinkt, verkondig gij de dood van de Heere, totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker des Heeren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heeren. En vers 28, maar een ieder beproeve zichzelf en eet het dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. En ik lees nog één tekst uit Exodus hoofdstuk 12. Dat is het tweede boek van de Bijbel. Zwaaite Mozes. De Duitsers praten met Eerste Mozes, Zwaaite Mozes enzovoort. In Exodus 12, vers 13. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Tot zover het woord. Mijn toespraak van vandaag is zeker geen populaire preek. Want de mensen willen liever een bloedloze evangelie horen. De mensen prediken, wij prediken niet meer over het bloed in deze tijd. Misschien met Pasen of Lijdenstijd, Goede Vrijdag, dan wil het nog wel. Maar verder niet. Maar omdat wij vandaag het heilig avondmaal vieren, wil ik bij die wijn stilstaan. En de wijn die we straks zullen drinken, is het symbool van het bloed van Jezus. En zij die gelovig zijn, die weten welke waarde en welke kracht het offer, het bloed van Jezus heeft. Als ik lees uit het woord, wat ik gelezen heb daarnet, over de wijn, over de beker drinken, steeds weer de beker, uit de beker drinken, dan wordt bedoeld die wijn, maar en ook het bloed van Jezus. Want in de Bijbel neemt het bloed een zeer belangrijke plaats in. Een centrale plaats in. De Bijbel zegt dat wij, de kinderen Gods, hebben de boze overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Het is belangrijk om te weten, gelovigen, dat wij door het bloed van het lam hebben overwonnen. Dus overwinning is voor ons een feit door het bloed van Jezus. En ook bij door het woord van ons getuigenis. Maar daarnaast, die twee dingen werken alleen als ons leven in overeenstemming is met Gods plan. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Dat hoort er ook bij. En de kracht van het bloed is zo groot dat het in staat is om de grootste zonde te reinigen. En wat is de grootste zonde? De grootste zonde is de overtreding van het grootste gebod. Is het gebod van liefde. Dat is de grootste zonde. Ja. Het bloed is zo krachtig dat het zelfs die grootste zonde, de zonde van liefdeloosheid, kan vergeven. En de Bijbel zegt verder in 1 Johannes 1 vers 9, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat brengt ons tot de overtuiging. Dat wij straks, als wij straks de dood van de Heere gedenken, wij vooral denken aan die beker.
aan het bloed van de Heere. Dat bloed dat vloeit op Golgotha's kruis. Dat grote waarde heeft. In ons leven. In Gods koninkrijk. Wat ik wilde zeggen, het bloed is altijd, heeft het een belangrijke plaats ingenomen. Ook al vinden mensen dat niet zo mooi dat ik daarover praat. Maar dagelijks vloeit er bloed. Er worden miljoenen dieren elke dag geslacht, wat wij houden van vlees. Dat bloed vloeit. Er worden mensen gedood. Enzovoort. Oké? Maar mij gaat vandaag om het bloed van Jezus. Dat kracht heeft. Om mensen te bevrijden. We zijn bevrijd. We hebben de duivel overwonnen. Door het bloed van het lam. Door het woord ons getuigenis. We beseffen half niet welke waarde en welke kracht het bloed heeft. En daar wil ik een paar dingen opsommen. Om te zien dat de Heilige Geest er altijd aan gedacht heeft. In het paradijs. De Hof van Eden maakte God voor de gevallen mens klederen van vellen. Bloed vloeide om die klederen van vellen te maken voor de mens. Rees in het paradijs toen onze eerste ouders gezondigd hadden en de zonde zijn intrede deed in de wereld. Door onze eerste ouders. En God maakte klederen van vellen voor hen. Bloed vloeide. Er staat, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. We willen vergeving hebben van onszelf. Ons eigen denken. Ons eigen inspanning. Maar besef goed dat we ons open moeten stellen voor de kracht van het bloed van Jezus. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. En voor mij is het mooi om voor het avondmaal daarover te praten. Een ander voorbeeld. Een van onze vroegere broers, Kain. Die bracht een offer van vruchten. Van de aarde. Tot God. Het waren heerlijke vruchten. Misschien niet zo lekker als de vruchten van nu. Want de dingen gaan steeds beter. De vruchten worden steeds lekkerder. Hij had hard gewerkt op het land. En hij heeft de mooiste vruchten uitgekozen. Om aan God te offeren. Mooiste vruchten. Maar God heeft zijn offer afgewezen. En weet je waarom? Omdat het geen bloedoffer was. Zonder bloed geen herstel, geen vergeving van zonde, geen vergeving. Dat is geweldig. Abel bracht ook een offer. Hij bracht offer een van de eerstelingen van zijn schapen. En zijn offer werd aanvaard. Reeds toen maakte God bekend dat het belangrijk is dat mensen gaan beseffen. En die gaan beseffen de kracht van het bloed. En al deze dingen zijn een heenwijzing naar Christus de Heere. Telkens als zulke dingen gebeuren in de Bijbel, dan wijst de Heer ons naar het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Is een heenwijzing.